Goedenavond, inderdaad. In het bijzonder Azië, Amerika, Afrika, Antarctica, Europa, Australië en de Kangoeroeschoot en dal op kangoeroes. En voor de mensen die nog slapen, niks hè, want die horen mij toch niet. Mijn beroepsloopbaan loopt niet zo vlot, dus wil ik een extraatje bij verdienen. Als beginnende stand-up comedian, ik dacht eerst om lasser te worden. Maar ja, de cursus werd afgelast. Heb ik mijn geluk gewaagd in de reclamewereld, maar daar was ik niet enthousiast genoeg. Ik heb auditie gedaan als Duracell konijn, dat is wel niet eenvoudig, hè. Nu probeer ik het als stand-upper, maar rechtop staan is vermoeiend voor mijn zwakke knieën. Maar goed, ik wil geen impotente indruk nalaten bij mijn publiek. Dus slik ik Viagra voor mijn optreden met het risico voor het paal te staan. Gelukkig ben ik vindingrijk. Ik nam contact op met de Lachfederatie. Ik wou me registreren als sit-down comedian. Wat denk je? Dat mag niet. Sit-down comedy is voorbehouden voor rolstoelers of mensen met het Down-syndroom. Ze noemen dat positieve discriminatie. Laat me niet lachen. Die gehandicapten, daar krijg je toch het zuur van. Oké, ze hebben het altijd gemakkelijk, maar that's life. Altijd maar voordelen bedisselen en die rolstoelers, dat is de ergste soort. Kijk, ik begrijp het gewoon niet. Waarom al die privileges? Hun leven loopt al op wieltjes. Mijn naam is Joke, jullie waren een fantastisch publiek. Jullie waren een fantastisch publiek!